dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van mij. Nou, ik sta meestal 's ochtends altijd om 6:15 op. En daarna ga ik me direct klaarmaken voor het werk, want het is gewoon een werkweek. Vandaag is het dinsdag, het is inpakdag bij ons op het werk. Dus daar heb ik super veel zin in. Nou, ik heb deze soort van jas, regenjas, weer aan, gestreepte van de Primarkt. En ik heb deze broek van de Pebbles weer aan. Super fijne broeken zijn dat van de Pebbles. Dat is trouwens een winkel met merkbroeken en merkkleding. En ik heb ook alweer gegeten en ik heb de hond al... Oh nee, ik moet zelf nog eten. Ik heb de hond eten gegeven en de hond uitgelaten. Dus dat heb ik al gedaan. Nu zelf even eten en even YouTube-video's terugkijken. En daarna word ik alweer opgehaald door een collega. Ik hoef vandaag gelukkig niet met de fiets of met de bus. Ik word lekker opgehaald, dus dat is wel ideaal. En ze moet ook tot 6, 9 tot 6. En ik moet ook 9 tot 6, dus dat komt wel uit. Dus denk van, ik ga niet met de fiets, want ik wil eerst met de fiets gaan. Maar dat ga ik dus niet doen. Nou, mijn ontbijt van vandaag. Ik heb lekker broodje met pasta. En skitteldrink. Ik ben er echt benieuwd naar. Ik heb deze op mijn werk ook in KitKat, in Mars. En in Bounty en zo. En ik ben er echt benieuwd naar hoe die smaakt. En na het werk neem ik lekker toetje mee. En een broodje zit hierin. Net over zo'n broodje. En ja, ik heb huis een Noobis broodschommel. Die is nog van vroeger van mijn basisschool. Dus die kan ik nog gewoon gebruiken. Het is niks geks aan. Niks kinderachtig dus, ja. We zijn compleet, dus het is 0-10. Rechtskort? Oh, Lucas 2. Met rechtskort, Lucas. Zo, goed dan. Toen moet en dan gaan jullie hokje en dan haal ik jullie daarna weer op. En dan moet mama nog even werken, maar dat hij ook werkt. En dan gaan jullie terug naar de camping. Gaat zij rond? Nee, eerst even een hokje halen. En ik een draai. Oké. Kijk even in de bakkerij kijken bij hem. Dan is het een hockey. En zo'n beetje voor een douche halen bij de hockey. Nou, de skittledrink smaakt gewoon naar een milkshake met ja, skittles smaak. En je hebt hem ook in Mars en zo. En die smaken ook hetzelfde gewoon. Ik bedoel, naar Bounty, naar Snicken. Naar... Ja, ik vind het super lekker. Wel een beetje zoet, maar wel lekker. Fruitig. Hallo iedereen, goeiemiddag wou ik zeggen. Maar het is goede avond iedereen, goede avond. Ik ben al een poosje thuis. En ik heb inmiddels al gegeten, ik heb silicone. Ja, ik heb de hond net uitgelaten. Pyjama lekker aandoen, klaarmaken voor de avond. En ik heb trouwens van 9 tot 10, ik moest vandaag inpakwerk doen. En het was wel leuk. Ik vind inpakken altijd wel het leukst. En spiegelen en zo in de winkel. Ja, dus dat was mijn dag eigenlijk wel op het morgen. Werk. Dan is het woensdag alweer. Gaat gelukkig wel snel de week. Ik vind het toch niet leuk om te werken, want ik vind werken best wel leuk. Nou, dit ijs heb ik meegenomen van het werk en deze ga ik proberen. En ik heb ook nog eentje van het werk meegenomen. En dat is deze. Ik ben er benieuwd naar. Het is wel super lekker. Maar nu ga ik eerst die chocolade proberen. En deze doe ik een andere keer. Nou, mijn ijs is echt Ben & Jerry ijs, lievelings. Kijk, hij ziet er zo uit. De priksels. Dit was de bovenkant van de verpakking die hem losmaakte. En zo ziet hij er nu uit. Super lekker. Ik heb hem al geproefd. Ik vind Ben & Jerry mijn favoriete ijssmaak. Ik bedoel mijn ijs. Wat is jullie favoriete ijs? Zet het onder de reactie. Nou, ik ben helemaal klaar voor de avond. Ik heb me omgekleed. Ik heb het vest van de Primark aan. Gewoon. En een pyjama. Top. Douches. Knallers.
En dus ja. En wat jullie afvragen zeker van, wat heb ik nou op mijn kin? Nou, dit is een crème tegen buisjes. Dit trekt super goed tegen buisjes. Want ik krijg heel vaak hier van die buisjes. En dat vind ik super irritant. En die trekt zelf. Zelf helpt me dus. Hashtag voor kijken. Spanga's ga ik nog terugkijken. Dus ja, dat is, zo ziet mijn avond eruit. Dus ja. Wat ga ik nu doen? In deze avond. Het is bijna 8 uur. Dus ik ga eerst goede tijd kijken. En daarna ga ik. Moet je gewoon het gevoel afgaan dat het doet. Ik vond het echt heel erg leuk met je. Het was heel fijn. En het heeft ook helemaal niks met jou te maken dan met mij. Hoe bedoel je dat? Nou, eerlijk gezegd heb ik geen zin om alles wat er gebeurd is te analyseren. Omkomen in een brand, bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen. Maar je weet toch dat ik daar heel erg veel spijt van heb? Oh ja. Verstaan van het hele restaurant voor lul hebt gezet? Ja, eigenlijk niet. Ik wist helemaal niet dat Chante jouw dochter was. En ik was. Later was ik ook nog doorgestoven en ze was wel het vriendinnetje van mijn man. Moet je die... Ja, dat doe ik ook. En als er iets is wat ik kan doen, dan moet je het ook gewoon zeggen. Maar kun je alsjeblieft Sam hier buiten laten? Ze heeft hier helemaal niks mee te maken. Ze kent Chanty niet eens. Ik hoop voor Sam dat je deze keer wel onze afspraak kan houden. Nou, dacht ik dat wel. Moest ik hier komen wonen om haar jaloers te maken? Nee, daar zou ik er nooit voor gebruiken. Zo voelt dat wel weer achteraf. Begrijp ik. Nina! Misschien wel nog wel. Snuitje pak ze nog altijd. Zo schattig. Speelmomentje, gekke 5 minuten of 10 minuten. Ja, het ging goed hoor. Nina! Oh, die foto wordt nog gemaakt hoor. Sorry, auto's. Sorry, ik moet heel even nog bijwerken. Het lijkt ons leuk om onze reis af te stemmen op Fidelio's reis. Nee. Zodat jullie met elkaar kunnen optrekken en die reis. Met ons als broers. Als broers. Nee. Jullie meen dit serieus toch? Dit is geen grap. Dat is zo vet! Nou, ik lig in mijn bed. Ik heb mijn slaapkapje wel op. En ik ga nu slapen, want ik ben echt super moe. Dus ik ga de vlog afsluiten helaas. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, doe dat zeker. Blauwe duim omhoog. Reageren. Liken natuurlijk. En abonneren. En dan zeg ik tot de volgende video. Doei doei, kusjes.